de activiteiten in verband met de herdenking en viering van 170 jaar Chinese immigratie in Suriname zijn gisteren afgesloten met de laatste vertoning van een documentaire in TBL. De documentaire is gedurende 3 dagen vertoond, waarbij op de eerste dag, 22 oktober, alleen voor genodigden. Vervolgens kregen enkele scholen afgelopen maandag de gelegenheid en gisteren kon het groter publiek geheel gratis de documentaire bekijken. In de documentaire worden er door historici en leden van de Chinese gemeenschap verteld over de geschiedenis van de Chinese contractarbeiders en hoe zij zich door de jaren heen hebben ontwikkeld in de Surinaamse gemeenschap. De organisatie, belast met de activiteiten in verband met 170 jaar Chinese immigratie, gaat op lang termijn ook een gedenkboek uitbrengen over de viering van dit jaar.